Goedendag allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Het is eind mei, we zitten aan het begin van het nieuwe roofvisseizoen. Dus de mensen die nu op het water zitten van vannacht of gisteravond of vanmorgen, succes, fijne seizoensopening gewenst. En ik ga morgen beginnen met mijn seizoensopening. Mijn vriendin is jarig vandaag, dus vandaag hebben we allemaal dingen samen gepland. Ik heb natuurlijk ook de normale taakjes die moeten gebeuren, dus de was, de plas, alles en nog wat. En nu ga ik jullie meenemen in mijn eerste soort van vlog. En ik ga mij voorbereiden voor mijn eerste dag na 2 maanden gesloten seizoen in Nederland. We zijn van voorjaar vissen van voor de paai volgevreten, meer naar richting de paai aan het gaan. Gaan we nu naar vissen die waarschijnlijk al afgepaaid zijn, een stukje dunner zijn, maar wel hongerig zijn. Dus nu ga ik jullie laten zien wat ik ga klaarmaken voor morgen. En dan morgen ga ik ook filmen. Morgen ga ik vissen met Har. Har heeft ook een e-rider en het zou me, ja, ik vond het heel fijn dat Har altijd berichtjes stuurde. Dus morgen ga ik samen met Har, samen met de 2 kajaks, gaan wij op een kleiner water vissen. We gaan proberen met verschillende soorten aasjes te vissen. En welke aasjes ga ik jullie nu laten zien. Ah, de geur van een onopgeruimd viskot. Ha, zalig. In België, ik weet niet of er een paar Nederlanders zijn die kijken, maar in België is er wel een gesloten seizoen. Maar dat gesloten seizoen dat is enkel en alleen voor niet bevaarbare wateren. Dus kleinere slootjes, kleinere meren. Sommige meren zijn vrijgesteld van de gesloten tijd. Ik ben zelf doorgevist op bevaarbare wateren. Dat komt vooral omdat bevaarbare wateren, die vissen, die hebben eigenlijk 0,0 rust. Omdat bevaarbare wateren, die worden constant bevaard. Bijvoorbeeld hier de kanalen, het Albarkanaal, het Kemperskanaal, de Zuid-Willemsvaart. Dat zijn allemaal kanaallopen die constant worden bevaren door vrachtschepen, die trekken constant de grond mee. Dus die vissen hebben uiteindelijk niet echt een gesloten tijd nodig, omdat die toch constant worden belaagd. En we merken ook wel, als je de vissen ziet paaien, hebben ze geen interesse naar hun kunstaas, dan gaat je er ook niet blijven vissen. Daarmee ben ik dus aan het doorvissen geweest en je ziet, ik zal je even laten zien, want het is echt zot. Alles ligt eigenlijk nog een beetje op een hoop. Ik ben nu alles aan het klaarmaken. We zullen eens beginnen met te laten zien wat ik ga meenemen morgen. Je weet al dat ik met de kajak ga vissen. Maar ik ga vooral de 3 belangrijkste dingen die je zeker en vast moet meepakken op de opening. Of die toch voor velen goed werken. Ga ik jullie laten zien. Ja, zoals je ziet zitten we in het voorjaar. Het is elk jaar dat het voorjaar eigenlijk heel snel de intrede maakt. Dus heel lang tot eind april is het super slecht weer, wind, regen. Dan komt ineens de 25 graden op bij de seizoensopener. Vorig jaar was dat ook al zo'n super warme seizoensopener. En dan komt de zomer enorm snel tot zijn intrede. Dus ik heb net vorige week al karpers zien paaien. Nu, karpers zitten wel nog relatief op schema. Maar hier in België bijvoorbeeld waren de snoeken al veel eerder aan het paaien. Ik heb ze al in begin maart zien paaien. En eigenlijk vanaf april heb ik redelijk wat snoek gevangen. Die waren allemaal ofwel afgepaaid ofwel waren ze al terug volgevreten. Dus alles veranderde een beetje. Maar hier heb ik dus vooral aan de slag gegaan met jerkbaits, spinnerbaits en heel snel twitchbaits. Ik ga jullie even laten zien waar ik vooral morgen mee ga starten. Nu, dat is niet echt per se een leidraad dat ik er heel de dag mee ga vissen. Nu, ik hou mij vooral bezig. Ik heb 2 hengels bij. 1 lichtere hengel, een 60 grammer. Dan heb ik ook nog een 200 grammer. Daar hang ik gewoon mijn swimbaits en mijn zwaardere dingen aan. Dat ik gewoon kan wisselen. Dat ik niet altijd mijn kunstdas moet verwisselen, maar dat ik gewoon van hengel kan verwisselen. En dan zal ik jullie even laten zien waar ik vooral mee ga beginnen. Als dat niet werkt, ga ik nog altijd misschien iets anders proberen. Kan altijd zijn dat ze daar niet op reageren. Ja, wat ik iedereen kan aanraden om op de seizoensopener mee te nemen, zeker en vast als het zo mooi weer is, spinnerbaits. Spinnerbaits, dat is iets waar je super makkelijk kunt binnenvissen. Dat werkt enorm goed voor snoeken die pas uit de paai komen. Die zijn redelijk agressief. Dus als je als vissen al 2 maanden lang geen kunstaas meer gezien hebben, dan zou ik gewoon zeker en vast zorgen dat je spinnerbaits bij hebt. Die werken enorm goed. Ik gebruik vooral de Dabouche spinnerbait van 21 gram. Deze is iets zwaarder, dat is de 30 grammer. Deze maat, ik hang er altijd een klein shedje bij, een klein twisterstaartje eigenlijk. Dat werkt heel goed. Die zou ik zeker en vast niet vergeten op de seizoensopener, als je op snoek gaat vissen natuurlijk. Tweede wat ik zeker en vast niet zou vergeten op de seizoensopener zijn nog altijd jerkbaits. Met of zonder ratels, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je moet kijken hoe een beetje waar de vis op reageert. Maar de Deviator Swim heeft hier in de gesloten tijd voor jullie, voor Nederlanders,
Die heeft enorm goed zijn best gedaan. Dat is een hele makkelijke jerkbait. Daarmee dat hij ook de swim variant wordt genoemd. Het is heel fijn om een jerkbait te vissen met een iets langere hengel. Zodat je het super ver kunt gooien. Dat zijn eigenlijk ja, eendelige pluggen die je super ver kunt gooien. Die kun je tegen de wind in gooien. En als je die met een langere reelhengel kunt vissen. Maar gewoon de slagen op je reel. Dan kunnen echt wel heel veel water afvissen in een korte periode van tijd, omdat je redelijk agressief met deze kunt vissen. Maar wat ook heel goed werkt, als de jerkbaits iets te agressief of de vissen volgen er alleen op en ze willen niet pakken, dan sla ik meestal over naar glidebaits. Nu, ik heb dat vorige keer bij de Jampi, zo'n tourtrip met Mathieu, heb ik dat ook gemerkt. We waren al heel dag met Staviators aan het vissen. Hij was met Patsy aan het vissen van Martijn zijn aasjes. En we kregen daar niet echt een beet meer op, omdat er redelijk kortslagende, kort door de bocht gaande jerkbaits waren. Maar deze, die kun je eigenlijk heel langzaam met tussenpauzes heel langzaam links laten zwemmen, rechts laten zwemmen. En die maakt eigenlijk een hele mooie bocht. En dat zorgde er toen voor, op de Jampi trip, dat ik dan toch nog op een bepaalde plaats waar we een volger hadden gehad, toch nog één vis op de stek heb kunnen vangen. Dus ziet dat je, ja, voor snoekvissers, glidebaits en jerkbaits zijn in het voorjaar, werken voor mij persoonlijk heel goed. Andere mensen hebben daar ook heel goede ervaringen mee. Dat betekent niet dat die andere dingen niet werken, maar dat werkt voor mij enorm goed. Dus dat zou ik zeker aanraden om in het voorjaar mee te vissen. Martijn heeft dat voor mij gemaakt. Dat is eigenlijk een soort van spinnerbait die ik overal kan aanhangen. Dan heb ik gewoon een cannibal shad gepakt. En dan kan ik van elke shad een spinnerbait maken. Dat is ook wel iets fijns. Dat zien ze ook niet elke dag voorbij komen, denk ik. De spinnerbait zorgt voor de vibratie en de attractie. En dan ja, zo'n mooie cannibal shad eronder. Dat werkt waarschijnlijk ook altijd. Maar de fijnste en de meest hartverzakkende visserij in het voorjaar en mei, juni, is topwater. Ik heb de vorige sessie met Martijn op de Maas. Dat was niet normaal. Ik kreeg heel veel actie. Martijn kreeg heel weinig actie. En we zijn samen aan het vissen. Hij vist praktisch met dezelfde dingen. Alleen maar van een ander merk. Dat maakt allemaal niet uit. Maar hij kreeg gewoon heel weinig actie. En als de andere visser in de boot enorm veel actie krijgt en jij niet, dat kan heel frustrerend zijn. Nu haalt een hele coole topwater bij, dus eigenlijk waar de muskievissers in Amerika mee vissen, had hij een topwater bij en die heeft er heel een dag mee liggen gooien, met tussenpozen natuurlijk. En op het laatst van de dag kreeg je gewoon geen beet meer, dus ze zei van ik ga gewoon met die topwater gooien. En ik denk echt de laatste worp krijgt hij nog een mooie 80 plus snoek aan. En dat maakt de dag natuurlijk weer helemaal af en dat betekent ook dat snoeken nu, ik heb er straks ook, ik ben gaan wandelen, ik ben langs het kanaal gaan wandelen. Er waren ook kleine eendjes bij de moeder die aan het rondzwemmen waren. En dit is echt wel de tijd waar dat je, als je met topwaters snoek wilt vangen, dan is dit de periode dat je moet gaan. Windstil is nog beter zelfs. Nu, dat moet niet per se, want bij Martijn was dat ook niet windstil. Maar ik ga vooral aan de slag met de slangen, de bats, de eendjes, de kikkers. En wat voor mij een favoriet was om topwater mee te vissen, zijn nog altijd kikkers. Die zijn heel makkelijk om binnen te vissen. Die popfrog van Savage Gear, die heeft eigenlijk een oommondje, gelijk een popper, waar je mee op haars vist. En wat ik ook heel fijn vind, is dat ja, als je met kikkers vist, en die haken zitten verborgen in de kikker. Een snoek, die bijt wel goed door, maar die bijt niet plat. Dus als je met kikkers vist, zonder een extra trailer hook, dan ga je veel missers hebben, dat hoort er gewoon bij. Maar bij Savage Gear zit er standaard een haakje bij. Om over die andere twee haken te doen, die zit super vast, die kan ergens naartoe. En dan kun je hem nog altijd door de lelies trekken. Die is super makkelijk om mee te vissen. En als je daar eigenlijk mee tikt, dan maakt hij een super hard ploppend geluid. Hoor je die van keihard aankomen. Ja, en wij gaan morgen vissen op een water wat maximum 1,5 meter tot 2 meter diep is. En ik denk al dat er heel veel leliebladeren gaan liggen. Dus ik ga morgen vroeg, heb ik afgesproken om 5:30 met haar op het water, gaan wij vanaf 6 uur gaan we direct op de plaats liggen en dan ga ik gewoon beginnen met kikkers, omdat je gewoon zo vet vindt. Je hebt heel de gesloten tijd kunnen doorvissen, dus de drang bij mij, die zit er nog altijd heel hard in. Maar ik heb heel de gesloten tijd kunnen doorvissen op roofvis. Dus dat is natuurlijk een gigantisch verschil voor mensen die bijvoorbeeld nu de opening gaan vissen in Nederland. Die hebben 2 maanden niet kunnen vissen. Ja, die willen gewoon ook vis vangen, dus
Als je op dieper water gaat vissen, dan gaat je niet boven 11 meter water met dit dingetje moeten gooien. Dat is enorm fijn, dus ik ga dat gewoon proberen. En als dat niet werkt, en ik bijvoorbeeld, ik merk de har met gewoon aas wel beet krijgt. Ik probeer altijd dan met twee verschillende aasjes te vissen, om te kijken wat dat werkt. Als har dan bijvoorbeeld wel veel beet krijgt, dan ga ik wel overschakelen naar een spinnerbeet of de actie waar hij vis opvangt. En dan gewoon op een andere periode van de dag nog eens proberen. Dus we gaan van 6 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag vissen. En dan ben ik heel benieuwd wat ik kan laten zien op topwaters. Dat lijkt me echt heel leuk. Dit is de eerste keer dat ik er een video over ga maken. Of ja, ik ga mij vooral focussen op topwater, zou het zo zeggen. Als ik echt geen beter krijg, dan ga ik wel iets anders aanhangen. Maar ik ga wel proberen om heel de dag door af en toe eens met de kikker te gooien. Dat is natuurlijk, dat behoort tot het voedsel dat een snoek ook in het dagelijks leven eet. En de kikkers die zijn nu ook volop aan het paaien, die zijn met elkaar bezig. Dus dat gaat allemaal wel heel goed zijn om in deze periode met topwaters te vissen. Dus daar kijk ik echt enorm naar uit om daar weer mijn beter op te krijgen. Dus, nog twee enorm leuke topwaters van Savage Gear. Dat zijn 3D Bat en de slang. Heel veel mensen zullen iets hebben van, wat hebben ze nu weer uitgevonden? Maar dat is echt, dat werkt. Zelfs een grote Nederlandse visser, Bertus Rosemeijer, moet maar eens kijken op zijn Facebookpagina, die heeft er super mooie foto's van, dat hij met de slang op Volkrak, dat is een van de grootste meren van Nederland, gewoon tussen de planten met een slangske ligt te gooien. Je kunt die zowel op het water als net onder het wateroppervlak binnenvissen. En daar zit ook een hele vervelende ratel in. Dus ik ben ervan overtuigd dat het werkt. Dus als er niet te veel lelies zijn, of langs de lelies, dan ga ik met de slang ook zeker aan vastgooien. En de bat, dat is eigenlijk een soort van crawler bait. Die kruipt weliswaar over het water. Die maakt een super chic, zo ploppend geluid wanneer die over het water kruipt. Ja, dus die ga ik ook proberen te vissen. Zeker ook de kleur is enorm belangrijk bij het topwater vissen. Als je topwater vist, bijvoorbeeld heel veel mensen die met kikkers vissen, die vissen met een groene kikker. Een kikker is meestal groen. Nu, bij deze kikker is de onderkant wit. En als de zon schijnt en een vis kijkt omhoog, dan gaat een vis veel sneller een schaduw zien als die een donkere kikker. Dus deze is volledig zwart. Die maakt ook nog eens geluid. Dit is een soort van walk the dog frog. Die gaat ook links en rechts. Nu, of het echt veel verschil uitmaakt, dat weet ik niet. Maar als je onderduikend water, kijk dan maar eens naar boven. Als de zon schijnt, die zon schijnt enorm af. Dus een zwarte buik gaat veel meer contrast afgeven naar de zon toe ten opzichte van een witte buik. We hebben het in Zweden een klein beetje gemerkt dat deze zwarte toen veel beter werkte dan deze of een andere soort kikker. Nu, we gaan het zien morgen. Ik ben heel enthousiast om dat te proberen. Ik hou ook wel heel graag vol met die soort dingen. Ja, als je op de opening... Je kunt ook gewoon heel weinig vangen. Dat hoort er natuurlijk ook altijd bij. Twee andere aasjes die ik ook zeker ga meepakken. Nu, die gaan niet zo snel aan de speld hangen, denk ik. Maar de Gravity Twitch in de 11 centimeter versie. Dat is eigenlijk een Gravity Twitch. Die kleinere variant. Als je mijn vorige video samen met Hugo Hegeman nog niet hebt gezien. Deze, die waren echt fenomenaal. Die waren echt goed voor baars, snoekbaars. Zij vangen er ook enorm veel snoeken mee als bijvangst. Ik ga deze morgen ook gewoon zeker in mijn kistje leggen. Dat als ze niet reageren op de spinnerbaits, topwaters of de jerks, ga ik gewoon wisselen en gewoon kijken wat de vissen willen. En ook gewoon deze japer. Ik weet niet of de mensen de meerval video van mij al hebben gezien. Die heeft echt al afgezien. Ja, ik heb er een meerval van tussen de 1,50 meter en 1,60 meter. Ik heb ze niet kunnen meten. Het was wel echt enorm chic om dat te zien. Dat meervallen ook meer en meer op kunstaas beginnen gevangen te worden. Morgen ga ik mij vooral ook focussen op de lichtere visserij op snoek. Meestal probeer ik altijd een zwaardere hengel te hebben om gewoon, als ik een grotere snoek aan heb, dat ik dan ook gewoon weer gevecht kan geven naar de vis toe. Maar op het water waar ik morgen ga, ja, 90 plus is daar een maat, die kan er zeker voorkomen, maar ik heb er nog maar heel weinig foto's. Ik heb wel al mensen horen zeggen dat er ook metersnoeken zitten. Het is een redelijk groot water, maar wel afgesloten. Het is niet te vergelijken met Hollands Diep of Volkrak. Een heel mooi water, volledig omgeven door rietkragen. En ja, we gaan beginnen met gewoon de kanten uit te gooien, denk ik. En de plaatsen rondom de leliebladeren. Als we daar geen actie krijgen, totaal geen actie, dan gaan we verder. Dan ankeren we eigenlijk constant. Gaan we naar de kanten toe gooien. En zo gaan we de dag een beetje indelen. Dus ja, dat is een hele andere aanpak als op een groter water natuurlijk. Op een groter water heb je dieptemeters. Kun je een beetje kijken waar de vis hangt. Dus altijd tijdens de opener moet je heel veel zoeken. Moet je niet alleen maar een plan A hebben. Ik ga ja, eigenlijk vastzitten aan dat één water. Dat is ook wel in verbinding met een ander water. Tijdens de opening zijn de snoeken ook vaak heel agressief omdat ze net uit de paai komen. Dus kijk ook dat je genoeg onthaakmateriaal bij hebt. Ze kunnen super agressief zijn, ze kunnen super hard beginnen ronddraaien, haken overal. Dus
als je aan het vissen bent tijdens de opening en je gaat op snoek vissen, ze gaan super agressief zijn, ziet dat je voorbereid bent om haken door te knippen, om lang om haaktangen bij te hebben. Ook gewoon, het is fijn als je een kleiner snoekje vangt, dat je gewoon met een lang om haaktang niet te dicht bij de vis moet komen, dat die begint rond te slaan, dat je in je vingers hebt. Gewoon hup, onthaken en door met vissen. Dus dat is ook enorm belangrijk. Ziet dat je materiaal in orde is, dat je ook kunt blijven genieten van onze hobby. Dat die vissen ongeschaad, alleen bijna ongeschaad, kunnen teruggaan. Maar wij zijn degene die ervoor zorgen dat de vissen gezond en wel teruggaan. Dus ik ben echt wel benieuwd wat morgen gaat brengen. Ik ga proberen om, net zoals Martijn, vol te houden met die topwaters. Maar ik denk wel dat dat gaat lukken. Dus we zullen zien. Hè. Nog één laatste ding. Dat was ik al bijna vergeten te zeggen. Ik ga ook nog weedless een shad regelen. Dat vergeet ik elke keer. Omdat als je met een spinnerbait en met andere dingen, als er heel veel wier ligt, dan raak je met een spinnerbait, heb je zelfs vuiligheid. Maar als je gaat vissen met een weedless shad, die kun je gewoon perfect riggen door gewoon je haak in de lijf te verbergen. En nog een klein sneetje maken in de cannibal shad. Ik heb ook nog een klein additie, een soort van busbait. Die hang ik gewoon vast aan de enkele haak. Daar heeft heel veel vibratie. Daar zit een shad aan en ik kan die gewoon door de lilies, door alles trekken. Dus ik ben dus heel benieuwd. Daar wil ik ook heel graag mee aan de slag gaan. Dus dat gaan we ook proberen morgen. Dus yo, dat was het laatste. Yo. Ik hoop dat jullie een klein beetje extra info hebben kunnen vergaren met deze video. Heel veel succes voor de mensen die gaan vissen bij de opening. Ook de komende weken. Die vissen gaan nog wel een tijdje echt wel in de actiemode staan. Geniet ervan van het snoekvissen. Vooraleer dat het weer veel te warm gaat zijn. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben aan deze video. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer. Jojo!